Ja, het is natuurlijk, denk ik, niet alleen voor mij, maar voor iedereen een zeer moeilijk jaar geweest. Hè. Vanzelfsprekend gezien de pandemie die op ons is afgekomen. Ik denk dat dat een beetje een open deur intrappen is. Als ik zeg dat het geen makkelijk jaar was en nog steeds niet is. Alhoewel, er is misschien licht op het einde van de tunnel. Ik denk dat we nu meer dan ooit moeten inzetten om die verbroederingsgedachte levendig te houden, dat we daar moeten blijven aan werken. Vanuit ons kleinschalige gemeenten om daar voluit voor te blijven gaan, om mensen van Europa samen te krijgen en te maken dat wij solidair blijven in deze moeilijke tijden, dat is wel heel belangrijk, denk ik. Heel belangrijk daarbij zal volgend jaar het verbroederingstreffen in Openaar zijn om elkaar weer te kunnen zien en te maken dat uiteraard de warme vriendschappen die er ontstaan zijn, dat die weer kunnen aangepakt worden en weer kunnen, dat we die kunnen blijven onderhouden natuurlijk. Hè. Ik denk dat de meeste mensen, en dat zal waarschijnlijk niet alleen in België zijn, maar overal in Europa, de waarden, oude waarden die we misschien waren vergeten, dat we die weer hebben ontdekt. Mensen zijn noodgedwongen thuisgebleven, dus die familiewaarden die komen misschien daardoor meer terug, ook op gebied van de rush hier in Europa. Hè. De mensen zijn anders altijd druk bezig met van alles en nog wat. Ik denk het lagere tempo, de mensen zijn noodgedwongen, moeten op een lager tempo beginnen leven, waardoor dat ze ook meer tijd hadden voor elkaar. En dat ook wel heel belangrijk is, dat ze misschien op die daar dingen ontdekt hebben weer die ze kwijt zijn geweest. En ook hier weer is, denk ik, dat dan die kleine verbroederingscomité's, dat die toch ook daarin kunnen helpen mensen weer naar elkaar toe te brengen en elkaar beter te leren kennen. Wereldwijd natuurlijk hoop ik dat, want wij zijn uiteindelijk het rijke Europa, maar dat die solidariteit die wij ook broodnodig hebben, dat die kan doorgetrokken worden naar Afrika, naar voornamelijk ook armere landen toe. Hoe vlugger dat die pandemie, denk ik, zal kunnen overwonnen worden. En dat is natuurlijk de uitdaging. Hè. Ik zou willen aan alle buitenlandse vrienden toch nog een keer willen zeggen van hopelijk zien we elkaar volgend jaar terug allemaal in weer normale omstandigheden en dat we allemaal samen iets kunnen drinken, kunnen klinken en elkaar weer een keer goed vastpakken. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is en ik zie er echt naar uit. Ja. Ik heb dat eigenlijk goed beleefd. Ik ben wel alleen, maar ik ben zeker niet eenzaam. Ik heb nog altijd goed mijn bezigheden, dus ik heb mij altijd goed kunnen bezighouden met van alles en nog wat. Maar ik heb daar echt persoonlijk niet direct last van gehad. Ik heb regelmatig contact in Obena. In Delfzijl heb ik ook nog contact. Schwarzenbeek heb ik ook contact. Sierre heb ik ook contact. Cesenatico ook. Dus eigenlijk heb ik met alle verbroederingsgemeenten contact. Ja, dat is natuurlijk veel minder. Een keer telefoneren, dat is het enige dat we konden doen. Hè. Om een keer contact te hebben. Hè. De laatste keer dat hier was, dat is 4 jaar geleden. Ik ben niet bezig, nu. 4 jaar geleden. Ja, dan heb ik ook de presentatie gedaan van met de twee harmonieën voor de hernieuwing van de verbroederingseed.
En ja, wat heb ik dan nog gedaan? Ja, logeers genomen natuurlijk. En normaal gezien was er dit jaar het verbroederingstreffen in Obena. Maar dat kan dus niet doorgaan. Dat ik nog veel maal contact mag hebben met al mijn kennissen. Maar ja, dat is dan vooral in Obena. En daar heb ik zeer veel kennissen. Maar ja, als ik naar Hinder kan gaan, dan heb ik daar contact mee. Want ik telefoneer dan om contacten te hebben. Schwarzenbeek. Een echtpaar dat hier bij mij gelogeerd heeft in 1991. En die hebben hier dan bij mij gelogeerd. En ik heb daar nog altijd een goed contact mee. Voor mij is dat nog altijd prima. En ik hoop dat ik daar overal nog kan naartoe gaan. Maar ja, dat is een vraagteken natuurlijk of dat dan nog kan, hè. En normaal gezien, begin september, zal ik naar Cesenatico gaan. En wie weet, valt er niet nog een keer iets uit de lucht om een keer naar Schwarzenbeek te rijden? Oh, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik hoop dat. Maar ja. Vrede op aarde aan de mensen van goede wil. Maar ja. Ik kan daar eigenlijk anders moeilijk iets op zeggen. Ja. Iedereen wenst dat wel natuurlijk, maar. Ons verbroedering bestaat van 55. En van 57 draai ik wel al een beetje mee in de verbroedering. Ik heb daar goede herinneringen aan, absoluut. Waardoor dat ik dus veel mensen heb leren kennen natuurlijk. Dat is de bedoeling, hè. Dat is altijd dus de bedoeling geweest, hè, van contacten te krijgen en mensen te leren kennen van, ja, van overal. Hè. En daar heb ik geen gebrek aan gehad, absoluut niet. Een wijnboer ging er leren kennen, ja, wat ik nu ook al had. Ja, al een jaar of 2, 3 niet meer kunnen naartoe gaan zijn, ben. En die leverde dan zelf de wijn die hij gekocht had aan huis. Maar als ik naar Obena ga, met mijn kleinzoon dus, gaan we daar naartoe. Dan telefoneer ik om te vragen of het goed is dat ik een keer kom. En dan koop ik daar natuurlijk wat wijn. Hè. Ja, ja. Dat zou ik anders doen. 2021 was een zeer speciaal schooljaar. We zijn van de ene lockdown naar de andere lockdown gegaan. Dus heel veel, we hebben heel veel moeten schakelen binnen het onderwijs. Er is heel veel ingezet op informatica, alles via computer. Leerlingen die geen computer hadden, hebben we computers voor voorzien, dus laptops. Heel veel projecten voor, met de verbroederingsgemeente ook, zijn virtueel via computer doorgegaan. Waar dat we vroeger moesten telefoneren met elkaar, was het nu allemaal dat we elkaar zagen eigenlijk via de computer. Dus dat we op die manier met elkaar in contact stonden. Met Schwarzenbeek en net zoals met de andere verbroedingsgemeenten hebben we eigenlijk in maart 2020 hebben alles net voordat wij gingen vertrekken met zeer grote groepen voor de stages van de leerlingen, hebben we alles moeten annuleren. Gelukkig hebben, zoals de gemeente Schwarzenbeek en de anderen, hebben onmiddellijk gezegd van jullie zijn volgend jaar opnieuw welkom en hebben we contact gehouden gedurende dat jaar. Maar uiteraard in maart 2021 kon het weer niet doorgaan, die buitenlandse stages, maar daar opnieuw hebben de verbroederingsgemeenten gezegd van wensen jullie volgend jaar in 2022 terug opnieuw te komen in maart. Geen enkel probleem, wij gaan ervoor en dat gaat terug dan kunnen doorgaan. Dus nu op dit moment hebben wij ook via e-mail en dergelijke ook contact gehouden met Schwarzenbeek. En dan is daar voornamelijk mijn contact is Christine. Dus Nina en ik, wij hadden met Christine voornamelijk van de gemeente Schwarzenbeek contact. En zij heeft ons beloofd, ook al is zij ver op pensioen of gaat ze naar haar pensioen toe, heeft zij beloofd van geen enkel probleem, ik zorg er nog voor in maart 2022 als jullie willen te komen. Jullie zijn terug welkom en de leerlingen kunnen terug stage lopen hier bij ons in Schwarzenbeek. We hebben zeer mooie vooruitzichten. Er staan heel wat projecten eigenlijk in de startblokken met de verbroederingsgemeente voornamelijk. Er is afgesproken om nu te starten op 1 september.
En het eerste schooljaar gaan we virtueel samenwerken. Dus dan gaat een gans schooljaar... bijvoorbeeld het eerste project zal zijn zichzelf voorstellen. Het tweede zal zijn de school voorstellen. En het derde zal zijn, dus dat zal dan in november zijn, de gemeente voorstellen. Dus ik ben benieuwd wat dat de leerlingen van de basisschool aan ja, specifieke dingen uit de gemeente zelf zaten gaan gebruiken om door te sturen en wat dat we dan uiteindelijk gaan binnenkrijgen uit Frankrijk, uit Aubenas bijvoorbeeld, van die leerlingen, om dan zo ja, dat zij iets kunnen bijleren van onze verbroederingsgemeente. Dus hoe leuk is dat niet, dat we op die manier van elkaar kunnen leren en dat we zo de gemeente ook blijven kennen. En dan is het onze droom om dat met elke verbroederingsgemeente dat eigenlijk tot stand te kunnen brengen, om dat ook met Duitsland, ook met Italië te kunnen doen en dat we dat zo kunnen doortrekken naar onze middenscholen en Athenea, dat we op die manier eigenlijk terug die verbroedering leven kunnen inbouwen dankzij die Erasmus-projecten die dat eigenlijk ondersteunen. Ja, eigenlijk corona heeft ons daarin geholpen, want wij hebben nu de tijd gehad eigenlijk om banden te leggen met buitenlandse partners. Dus wij hebben de banden die er al waren met de verbroederingsgemeente hebben we nog kunnen versterken, omdat we hadden nu tijd om met hun samen te werken. Dus we hebben projecten kunnen uitwerken en uitbouwen waar denk dat we anders geen tijd voor zouden gehad hebben. En nu hadden we, ja, we hadden meer tijd en we hadden meer ruimte om dat eigenlijk allemaal in te plannen. We konden een vergadering inplannen, anders was het met een telefoon of via e-mail. En nu kon je echt ja, virtueel samenzitten met elkaar. En dat was wel een voor mij persoonlijk was dat wel een grote ja, hulp eigenlijk. Wij zijn in het verleden overal zeer goed ontvangen geweest. Dat wou ik echt niet laten vallen. De verbroedering is voor ons een stukje thuiskomen. Als wij in de verbroederingsgemeenten in het buitenland op bezoek komen, dan zijn die banden zo warm, zo hartelijk altijd. Ik denk spontaan onmiddellijk aan een aantal mensen als ik daartoe kom. Dat is elke keer heel hard verwarmend en ja, het is thuiskomen. Ik vind het te belangrijk voor onze jeugd dat zij in contact blijven staan met die verbroedering, want die Europese gedachte is te belangrijk voor ons. En zeker voor de jeugd, daar wordt eigenlijk de kiem gelegd voor later. Dus het team om samen te werken met de verbroederingsgemeenten en aan die internationale projecten, dat is niet verkleind. Dus dat is het mooiste bewijs, vind ik, dat nu iedereen echt staat te popelen van oh, alsjeblieft, laat het nu doorgaan in 2021-2022 en dat we terug elkaar kunnen ontmoeten en dat we elkaar terug ja, projecten kunnen uitwerken die we nu allemaal virtueel hebben opgezet en dat dat allemaal terug kan gebeuren. Dus dat is nu ja, eigenlijk de grote wens van iedereen. Persoonlijk hoop ik dat de jeugdverbroedering enorm gaat groeien. En ik denk, als we er met z'n allen blijven aan werken, dat dat ook gaat lukken. Want ik denk hier bijvoorbeeld specifiek aan de gemeente Schwarzenbeck, waar wij het jeugdcentrum gaan bezoeken zijn en waar dat ook een van onze leerlingen normaal gezien stage ging lopen. Dan denk ik bijvoorbeeld, als wij kunnen starten met onze projecten waar dat we mee bezig zijn vanaf 10, 11 jaar in een basisschool, dat dan de link gelegd wordt naar de middenschool, waar we ook virtueel of misschien kunnen uitwisselen, om dan in 17-jarigen, 18-jarigen de stage te kunnen doen, bijvoorbeeld in het jeugdcentrum van Schwarzenbeck, dan gaan die automatisch het jaar nadien of 2 jaar nadien gaan zij automatisch in die jeugdverbroedering gaan meewerken, omdat zij zo warm onthaald worden. Het kan alleen maar floreren volgens mij, die jeugdverbroedering. In Schwarzenbeck bijvoorbeeld specifiek vond ik het zeer spijtig dat er vorig jaar er was een muziekfestival daar waarop dat 2 leerlingen van ons normaal gezien naartoe gingen gaan om mee te werken aan dat volledig project in de gemeente. Er was een volledige zaal ter beschikking waar dat ze een optreden gingen geven. Maar ook hier door corona weer alles moeten ja, geannuleerd worden. En ik ben er zeker van als wij terug zo'n project rond de stage kunnen opbouwen met de gemeente, dat die leerlingen terug staan te springen van in maart, waar dat ze gaan werken, dat ze zeker in de maand mei, juni, wanneer dat project doorgaat, dat ze dat terug zich ten volle de 100% voor gaan engageren, voor daar muziek, theater, toneel, dans, noem maar op, eigenlijk ten berde te brengen. Dus ik hoop en ik heb er alle vertrouwen in dat dat eigenlijk allemaal goed gaat komen. Het jaar 2021
21 ja, was toch voor mij toch wel een onzeker jaar ook. Bij momenten ook een zeer angstig jaar, ook wanneer dat de eerste lockdown kwam. Maar ook een periode waarbij dat eigenlijk, dat we wereldwijd maar één vijand hadden, en namelijk ja, het virus, coronavirus op zich. Ja. Het emotionele daar rond heeft voor mij op een bepaalde manier wel verrijkt en heeft mij op persoonlijk vlak misschien wel doen groeien. Ook op vlak van werk heb ik het gevoel dat thuiswerken ook wel heel veel voordelen biedt. Een uitdaging was vooral inderdaad ook het combineren van mijn thuiswerk met de online lessen van mijn zoon. Maar ook op persoonlijk vlak was het eigenlijk ook kunnen omgaan met alle emoties die gepaard gaan met die pandemie. Gaande van ja, onzekerheid, van angst ook. Ja, maar ook ergens het terugvinden van rust. Dus dat was eigenlijk wel een uitdaging om daar een beetje een balans in te krijgen, ja. Wat ik vooral positief ervaren heb uit de hele pandemie, is eigenlijk het feit dat de verplichtingen wegvielen. Je kon ergens mee naartoe. Maar ook dat de gejaagdheid waarin ik in het leven stond voor de pandemie ook wegviel. Waardoor ik eigenlijk iets meer rust ondervond. En ook het gaan wandelen in de natuur gaf mij ook meer rust. Dus ik begon eigenlijk meer te genieten van de kleine dingen in het leven terug, waardoor dat je eigenlijk opnieuw besefte van het geluk zit echt in kleine dingen en in je gezondheid natuurlijk ook, ja. Ik ben meer gaan wandelen tijdens de COVID-periode, ook meer gaan fietsen, dus uiteindelijk ook meer in de buurt, de mooie plekjes in de buurt gaan verkennen. Dus uiteindelijk is dat ook een verrijking, want soms ga je het heel ver gaan zoeken, maar uiteindelijk in je eigen land, in je eigen gemeente, zijn er ook heel veel mooie plaatsen en die heb ik dan uiteindelijk ook wel ontdekt, dus dat is zeker positief er ook aan, ja. Was leuk. Ik hoop vooral dat alles terug weer wat normaler wordt. Zorgelozer ook. Dat het virus onder controle blijft. En dat ik eigenlijk opnieuw mijn vrienden en familie zorgeloos kan knuffelen. Ja, dat de zorgen wel weggaan. Dat we het onder controle krijgen eigenlijk, ja. De nabijheid, het echt live zien, dat mis je toch wel. Voor de hele wereld wens ik ook dat de ziekte onder controle blijft. Maar ook dat er eigenlijk vooral veel meer ingezet wordt op de gezondheidszorg wereldwijd. Het lijkt mij dat het gebrek en het tekort aan ziekenhuisbedden echt wel schrijnend is. Dus ik hoop dat iedereen er ook uit kan leren en dat iedereen gewoon weer veilig het leven kan oppikken. Een beetje zoals daarvoor. Ja. Ik zou gewoon misschien zeggen gewoon aan iedereen van... Geniet van de kleine dingen. Zorg goed voor jezelf. Ik heb dat zo'n beetje ervaren alsof ik zo geleefd werd in 2020, 2021. Omdat alles zo routine was. En je kon ook zo niet naar de kapper gaan wanneer je wou. En alles werd zo precies voor je beslist. En ik kon ook niet naar school gaan, wat natuurlijk een groot deel van mijn leven is. En ja, ik weet niet. Ik heb echt zo het gevoel dat een jaar van mijn leven zo kwijt is. En ik ben nog redelijk jong, dus dat is wel redelijk belangrijk, zeg maar. En nu had ik ook zoiets van, ik ga een beetje minder op mijn gsm zitten. Dat was ook zo'n beetje om mijn mind, zeg maar, zo wat af te leiden van alles. En door boeken te lezen kun je ook zo wat fantasie. En daardoor ben ik wel boeken beginnen lezen nu in de pandemie. Mijn papa heeft een diagnose gekregen. Dat ook zo wat stil stond van, oké, het leven kan echt direct omslaan. En je moet meer dankbaar zijn. Ook alles wat mijn ouders doen, ik stond er zo niet bij stil, maar door dat moment is dat dan wel zo even van, oh ja, het kan echt snel gedaan zijn en je moet dankbaar zijn en je moet genieten van het leven. Dus dat was wel mijn beslissend moment van 2020. Ja, zeker, ik ben meestal wel een positief persoon, maar nu in de pandemie had ik wel zoiets van, wanneer gaat het nu een keer gedaan zijn? En ik had eigenlijk ook zo geen vooruitzichten om naar iets uit te kijken. En mijn positivisme was zo wat aan het dalen. En mijn optimisme. Maar dat had ik echt wel lastig mee, dat ik zo ook mezelf een beetje kwijt was, denk ik. Maar nu is het wel alweer beter, omdat je nu ook weer vooruitzichten hebt natuurlijk. Ik heb dat nu wel meer, nu dat we zo terug meer mogen doen en zo, dat ik zo geniet van de kleinere dingen. Omdat, vroeger was alles zo vanzelfsprekend, van we gaan met de vrienden op café gaan en dat was normaal. En nu denk ik van, je moet er echt van genieten. Want het kan ook zomaar terug, opeens als we terug in lockdown gaan, is het weer al gedaan. En of ook een vette pizza gaan eten, dan moet je ook van genieten en niet enkel chic gaan eten op restaurant. Dus dat heb ik wel echt meer leren appreciëren. En ik denk dat dat niet zou geweest zijn, moest die pandemie er niet geweest zijn. Dat dat nu wel zo is van, oké, ja. Het zijn ook kleine dingen, zijn ook gewoon goed. En ik hoop gewoon dat ik op mijn pootjes terechtkom, dat ik weet wat ik wil, omdat ik nu zo in
een twijfelmomentje zit, een identiteitscrisis misschien. Maar ik hoop gewoon dat dat zich mooi gaat evolueren in iets positiefs voor mijn toekomst. Ik vind nu zeker ook dat dat zo'n gevoelig onderwerp is, zo met de holibies en zo, dat iedereen gewoon zichzelf kan zijn. En ik vind dat dat echt nog ontbreekt in deze wereld. En ik hoop door te evolueren en zo, dat is nu ook wel al, maar dat gewoon iedereen zichzelf kan zijn. Ik vind dat superbelangrijk. En dat ook iedereen gelukkig is en dat iedereen elke dag kan wakker worden en denken van oké, ik ben blij dat ik wakker word en ik ben content dat ik aan mijn dag kan beginnen. En ik hoop gewoon dat iedereen dat mag meemaken.